heeft die cobra van mij. Ik ga hem echt gewoon in zijn kop maskeren. Hit. Ah, oh, je hebt hem al doodgenoemd. Fire zombie! Help, 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 help! Dat was mijn kogel! Help, 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 help! Ja, pak die vuurzombie. Ja. Ja, die vuurzombie kan niet pakken, ik heb geen wapen. Auw! Die katana wordt even kanker ver in zijn reet geschoven. Die zombie. Ja, dacht. Ik had gehoopt. Geef mij even wat drinken, ik heb dorst. Ik heb dorstig. Ik ben alle pilletjes aan het slikken die ik heb bij me. Kunnen we deze auto niet gewoon even opblazen? Gewoon helemaal bats. Niet die politieauto opblazen. Niet Jim nadoen. Nee, maar ik bedoel deze die we niet gebruiken. Die handcuffs, handcuffs. Kom, we gaan roleplay met mensen. Hallo. Cola. Oh mijn god, dat was zo. En dan? Dan Gast, je kan gewoon glue drinken. Glue drinken. Wanneer je strook hebt, glue drinken. Drinken. Ja. Drinken. Mag ik even... Nee, ik kan oprecht geen drinken vinden, hallo? Mag Uber Eats even mijn payment accepten? Ja, fucking kanker Uber Eats. Oeps, something went wrong. PayPal, we are unable to accept this payment. Ja, het is echt een stupid ass fucking app. Dat heb ik ook de hele tijd hoor, dat die maar is hij niet gewoon dicht, like, hoe laat is het? Ja, 11 uur gaat hij dicht, zo. Hij overeats. Ha, zou ik even overeats. Overeats. Bel ze gewoon. Zou ik Mackie bellen? Ja, kanker overeats app werkt niet. Heb je contant dan? Nee. Oh wacht, niet zegt. Hangt hij nou gewoon een dressing aan de muur? Ben ik stoned. Wat? Kank! Natuurlijk. Laten we even naar een farm gaan, jongens. Help jongens, ik word niet langs, help! Ja, natuurlijk heb ik nog maar 2 euro in mijn portemonnee. Let's go to a place where you wanna go. Ga je een noertje aan elkaar afslagen? Wat is dit dan? Hippity hoppity. Hij spot. Oh, er is daar iemand! Police station! Police station! Police station! Er is daar! Hij is zo geared, hij is zo geared. Holy fuck. Hij is daar! Pak hem! Hij is zo geared en gevaarlijk dat ik gewoon bang voor zou worden. Hij heeft zoveel wapens, holy shit. Hij heeft gewoon full military gear aan. Fuck. En rijden in het spel is ook zo flexibel en fijn. Hij is zo geared, ik denk echt dat hij helemaal waard is. Ik heb echt een goede katana. Wat gebeurt hier nou? Heb je hem nou geraakt dan? Hij is dood. Ja. Who are prison? Kom, we gaan naar military base ofzo. We zitten alleen met de poep in het stadje. Ja, laten we niet naar de military base toe gaan. Laten we eerst zorgen dat we ammo hebben. Ja, maar Uber Eats fucking kan niet. Ja, maar... Robin, zombie op je, Robin, zombie op je. Onzichtbare zombie op de auto, onzichtbare zombie op de auto. Onzichtbare zombie op de auto, wanneer niet vanaf. Hallo, hij vliegt. Wanneer de hele... Oh, hij maakt de auto stuk. Het gaat hem, man. Ik heb ook nog steeds geen charge gevonden, leuk. Drugs op control, drugs op control. Drugs op control. Oh wacht, daar, als we daarin gaan, daar kunnen we van die shotguns krijgen. Ja, true, maar waarschijnlijk zijn er ook mensen. Maar ja, let's go. Waarschijnlijk zijn er ook echt kank veel zombies. Ik zie er nu gewoon al iemand zombies killen. Hij gaat nu een toren klimmen. Ik zie dat niet. Oh, ik zie het. Ja, daar gaan we echt wel heen. Kom. Ah, oh, ja, ik zie hem. Maar, hallo? Ik heb geen ammo. Heeft iemand echt niet één bullet voor mij ofzo? Ik heb er 4. Ja, ik heb een low caliber ammunition ammo.
ik heb de auto gelokt. Wat? Low caliber ammunition ammo? Ja, ze wil low caliber ammunition ammo, ja. Ja, mag ik die? Mag ik die? Ja, dan gaan we zo, mag ik die? Mag ik die? Ja, hallo, ik heb fucking no bullets! Dat is één ace clip. Hij komt eraan. Er zijn er twee, gast. Ja, ik heb ook geen bullets, dus ik kan echt helemaal niks. Ik ben ook binnen één schot dood. Ik heb allebei mazzel hier, Ron. Ik heb allebei mazzel hier. Het komt allemaal goed. Ik spring gewoon op hem en dan leuk ik hem dood. Ja, dan zou ik de hardcode even naar jou droppen. Ja, als jij dat wil. Dan ga ik gewoon rennen met de mazzel. Ja, ja, ja. Yo, we doen hem maar gewoon, man! Ik verdrink. Wat grapje. Nee, grapje. Helemaal niks. Fuck. Wat grapje, Seppie. Oh, met de scope. Met de scope. Ik ga links op het eiland, als jullie rechts op gaan. Hij zit waarschijnlijk in de sheriff's office. Ja, maar gaan ze die zombie spot mij. Ja, denk je dat? De sheriff's office? Ja, ze zit helemaal rustig te praten in de sheriff's office. Er zijn een heleboel zombies. Ja, inderdaad. Kom maar kom naar rechts, Perry. Ik zag hem daar, of niet? Ik kwam hem. Hippity-hoppity, mijn mom blijft kokkeri. Wacht! Is hij dood? Ja! Julian don't shot. Julian don't shot. Zullen we dit gewoon de hele tijd gaan defenden van die bitches? Ja, is goed. Ik heb al een... Kom, Perry, kom eens. Wacht, we moeten even een doorway. Wacht. Kom in. Dit wordt onze base. Deze toren wordt onze base, ja? Kijk uit dat je daar niet in loopt. Dat wordt onze base. Ja. Spanty zit hier. Spanty deur hier. Ja, ja. Dat is zeker echt een purple item, of niet? Yep. Maar ik heb training nodig. Ik heb geen healing meer. Same. Maar dat kun je echt niet veel vinden. Oh my god. Waarom spawnen hier ook zo fucking veel katana's? Nee, die zijn kankervol, wie zie je niet heen. Julian don't shot. Wanneer je kind ergens gaat even opgelopen op school. Ik hoor weer iemand. Morris, komt iemand naar je toe? Yo, what up, man? Hallo? Die heb ik net gekillt. I'm friendly, I'm friendly. Okay. Ik heb een Yuri gevonden, hallo? Yes, Ruski. Do you have healing? No. Okay, man. No. I have yes. Hier, Robin. Daar rent je. Oh, let's go in... Dat is een beetje kut, snor. Dikke Yuri. Hoe krijg je de ammo gewoon? Oh, go inside, first. Die zombies zijn zo loud. Er zit hier een guy hè, bij mij. Er zat de hele tijd een gastje met mij mee te lopen. Kunnen jullie even komen killen? Ik was altijd gemute. Oh, hij zit hier te chillen. Yo, bro. Help me, bro. I help you. Wow, man. Oh, what the fuck, man. Run. What? No, I don't can fight him. What? I need this man.
What? Look, people in the car. Beach. Don't go, you die. There are people over. Kom, we houden hem, hij is een vlije gebied. You help us. Oh, ik heb handcuffs. Ja, ik ook. Morris, wait. No, you don't help. Yo. Ik vertrouw die guy niet, hij heeft een fucking shotgun. Die shotgun is van mij, hij heeft geen kogels. Ja, oké, okay, en als hij wel kogels krijgt? Ze zijn dood. Zet hem even in zijn kop. Echt wel verdiend. Gaan die geared mensen nu niet komen? Dan moeten we wel even ready. Oh, wat? Ik gewoon even daar. Zullen we naar binnen? Want als die geared mensen komen, kunnen we daar heel makkelijk killen. Binnen. En buiten niet. Ik heb nog 4 bullets. Ik heb geen kogels. Waar reden die? Ja, Perry heeft een Yuri. Perry Chumie, je hebt geen kogels. Ik sprong gewoon door de ladder heen, oké. Okay. Deze is toch van ons? Oh, hé, hey, een jail door. Gewoon gaan de hele military ding of de hele... Gewoon in alles een beetje shit doen. Ja, maar ze gaan dan gewoon met zombies reden, by the way. Maar dat kan het toch niet? Daar kunnen geen... dat is een ladder. Waar? Die zombies die kunnen daar toch niet... Ik dacht dat je in de prison allemaal deuren neer wou zetten. Nee. In elke toren kunnen we wel een deur neerzetten. Ja, true, maar weet je wat we ook kunnen doen wat beter is? Sexo? Thief bottom. Wat beter is, je hebt 2 dichte thief bottom celdeuren in die prison. Ja. Je kan met een metal plate daarin kruipen. En als je een claim plug in de hoek zet, dan kan niemand dus in een hokje plaatsen om erin te kruipen. Dus dan moet ze een rocket launcher erin schieten. Of kan ik veel nades werkt voor mij niet. Want een claim plug is scherm tegen nades. Er komt iemand aan mijn kant. En waarom? Hij is volgens mij gewoon helemaal zwart. Volgens mij heeft hij niks. Waar dan, Morris? Ja, maar aan mijn kant ook. Bij mij. Maar hij is helemaal zwart. Volgens mij heeft hij wel gewoon een keuze. Ik heb bars voor het vacation. Dat is mooi. Gekke hij bar. Kan gewoon vol thief clothing hebben. Mm. Oh, hij was helemaal pikzwart als een zwarte neger, lul. Hij ging naar de harbor. Ik zie hem zwemmen. Waarom liggen ze bij Noculus, what the fuck? Hier, Robino. Breng je zonnetje. Op onze celdeur. We meet again. Oh, yes! Bad Force. Oh, die is kankergoed. Wacht, wat? Hij is wel low AP, maar volgens mij, ik heb een blowtorch. Die kan je gewoon repairen. Ja. Die blunt force is die shotgun parry met 8 bullets. Oh, dat is wel een leuke shotgun, ja. Die kunnen we hier gewoon farmen, hè? Dat weet je toch? Ja. Dat is echt kank. Dat deed ik vroeger zo. Dit was gewoon mijn jeugd. En ik heb ook al kank voor ammo gefarmd. Dan ging ik, als ik dit allemaal had gefarmd, had ik allemaal guns en zo. Had ik een celdeur. En dan ging ik nu naar de military kamp om military guys te killen. Met die shotgun. Shotgun is kun je mensen mee one shot. Rocket heb ik gevonden. Een rocket. Een rocket? Ja, in een cel. Gewoon in die zit gewoon een rocket. Ja, er komt hier een guy naartoe. Hij heeft volgens mij een gun. Kijk, misschien share Robin. Ja, ik kan nu. Oh ja, kom Perry, kom naar morgen. Wacht. Kom maar. Kanker, ik moet helemaal omlopen. En ze hebben die toren vlak bij Morris. Dat is inderdaad een gun. Hallo? Nog harder leggen. Ik heb hem. Cobra, beetje. Nog 2 mensen op de beach. Richting jou, Morris. Ja, ik zie ze. Richting een Cobra voor jou, Perry. Pepsi. Ah, ik zie het. Maar die hebben niks, toch? Wacht. Die hebben... Die hebben wel wat. Die hebben police vest en shit en een auto. En een gun. Dat is echt. Dat is op zich wel leuk voor hun. Snap je? Ja, maar. Ja, heel wat seks, hè? Graag.
Ja, Sophie wil dat. Ja. Klaps. Ja, gast. Ik had haar nooit op Snap. Het boeit me niet als ik haar op Snap heb. Het letterlijk. En dan add ze mij gewoon uit niets. Helemaal niks te doen. Oh. Hoeveel ammo heb je daarvoor, gast? Ik heb echt een limited ammo voor dit ding. Jongens. Ik heb bijna geen eten meer. Ja, ik heb eten, ik heb alleen geen drinken. Geef me die mic. Hoi! Oh, hello there, dikke kebab negen. Doet dus een duivel. Blanke kebab negen. Wacht, er is nog één. Kan ik die niet gewoon vullen met water hier al? Daar is nog zo'n guy. Twee water. Ik hoor nog iemand. Nee, dan wordt het zout. Oh. Jongens, ik hoor nog iemand. Hey, guys, please help. Hoor ik. Oh ja, bij die toren. Hij gaat een ladder klimmen. Hij klimt een ladder. Hij vol zwarte keer. Dat is een guy. Maar die guy heeft niks. Hij heeft wel een gun. What the fuck, hij richt op mij. Toren. No, of... friendly. Binocular. Don't shoot me, please! Oh, I'm friendly. Jezus Christus. Jij moet even helpen, je hebt een shotgun met ammo. Ik kan niet. Want er wou een kindje zo backstab, die zijn nu weer gaan zwemmen in de zee. Kijk, deze gele guy en zijn witte guy hier. Ze hebben helemaal niks. Yo, friendly. Hebben ze gear? Friend. Friendly. Come down, we don't shoot, man. Is that on gun? Is he dood? Is he dood? Ik ga het beten, ja? I come up. Oh my god, hij heeft een blunt voor, what the fuck? No, shut up. Hij is gonna shoot weer van raket. Shut up. Er is iemand bij mij. Oké, Morris, kan jij deze toren gewoon? Dan help ik Perry. Nee, ik heel ver, ik ben dan naast Perry. Hij is aan het pieken de hele tijd. Ik hem nog even beter doen. Hij is sowieso niet verkozen, hij heeft volgens mij net die blunt force gevonden. Hello, shut up, man. Hij is uitgevangen. Shut the fuck up, man. Maar er is hier nog een guy. Die andere boys Morris, zijn ook weer bij de auto. Ik heb geen ammo, Morris. Ik heb ook geen ammo meer. Ik heb ook geen ammo, gast. We spawnen hier alleen maar binoculars, kanker op. Ja, inderdaad. Waar is hij dan, Perry? Ja, hij was in die toren. Oh ja, in die toren bedoel je. Waar, voor je neus. Die. Ja, die ja, daar zit die in. Ik ga beter, ja, Morris. Yo, bro. Hi, friendly. Er is helemaal niemand in de verre. Inderdaad. Er was wel een naked guy hier. Ja, je bent wel aan het liegen, hè, Pepsi. Nee, helemaal niks. Er was hier een naked guy. Pepsi gewoon liegen best. Oh, hij is hier dood. Of wat ligt hier dan? Nee, daar hadden we die eerste guy gekild. Ja, maar ligt gewoon een zaag. Pak Morris niet op. Ja, dat heb ik niet gezien. Ik heb nu nog maar één keer een 8 merk kanker. Ik heb niet meer zoveel ammo. Ik ga nu een beetje voorzichtig gaan met mijn ammo, want ik heb nog maar één 8 rounder. Ik heb nog 5. Even twee jail doors. Even een kist maken voor ons beest. Ik heb twee jail doors en twee bars voor. Oh, guys, doe erbij. Ik zei het. Naast ons beest. Oh, lekker Pepsi. Fuck, Viper heeft hij. Hier binnen ook iemand. Er komt nog iemand. Binnen. Help. Ja, echt niet help. Je bent echt dik. Er komt nog iemand. Zit het water zwemmen, Morris. Kijk daar. Perry schiet hem. Je hebt een dinges. Een sniper. Perry schiet hem hier. Hey, kijk hier. Kijk, waar is de shank? Hij shank. Boy, you have a big knife, big shank. Yo, shank. Ja, deze guy zag ik. Welke moet ik schieten? Deze guy hier in het water, deze nigger? No shanking, bro, no shanking.
No shank. Yes, yes, good, 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 good. Hello, hello. Er komt nog een guy. What the fuck, is dit de hotspot van de map of zo? Ik zie hier wel iemand zwemmen nu hier. Jeroen, kijk hier maar hij heeft niks. Deze guy die hier nu met daar zwemt, die heeft helemaal niks. Bro, bro, bro. I am friendly, I'm friendly. Come, 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 I'm friendly. You can come, it's fine. We no kill, we no kill. No, no, we have a Chinese restaurant. We have Bakpa? Bakpa? Bami Panka? Kip Tate Piang? Ajam Jemmy? Jamas? Yes, we have Jamas. Jamas. I'm from Poland. He's from Thailand. Kanker assistants. Au! Man. Oh. Ja, en nu even 5 waarschuwingen voor de brug. Vliegt echt het eiland. Waarom is deze shotgun zo'n grote meme? Maar er zijn geen kogels. We moeten gewoon unlimited van die shotguns hebben en dan gewoon in onze cel allemaal die dingen gooien. Ja, ik heb bijna geen kogels meer. Ik moet even ophouden met de kogels wezen van die juriet. Ja, maar weet je wat, we moeten... Maar jongens, ik heb al 4 barbed wire. Als we nog iets vinden, dan kunnen we de hele prison... Laten we even naar zo'n... Wire. Laten we even ergens anders heen gaan, want we vinden hier echt geen ammo. We vinden hier wel echt... Ja, maar hier is ook de enige plek waar je de 8 round ammo kan vinden, hè? Dat weet je toch? Ja, dat weet ik. Maar hoeveel bullets hebben jullie daarvoor dan? Ik heb er nu in totaal... Ik heb er 11. 11. Hallo? Gun even. Ik heb er 8 in mijn gun en 3 los. Ja, ik heb niks meer in mijn gun en nog maar 1 bullet in mijn master. En dan verder niks, want ik heb Perry mijn gun gegeven. Ik kan jou wel die 3 kopen. Waar ook nog maar 3 bullets voor zijn. We hebben even civilian ammo of zo nodig. En inderdaad voor die master key. Ik check even snel de prison hoor, want ook nog een cobra site. Oeh, kan ik die op mijn... Nee. Nou. Oeh, 12 gauge shells. Weet je wat zo chill is in deze island? Je kan gewoon blijven farmen voor guns. En dan heb je ook nog gewoon die prison die je kan farmen voor clothing. Dus je hebt... Oh, ik heb een blunt nog één. Oh. Kanker. Wat fuck zit even op de tafel? Kom maar aan. Kanker, mijn botten. Sterke botten. Wanneer mijn hout valt. Jongens. Ik heb 4%... Oh, er zit een dago achter mij aan. Altijd die duiven, je hebt 4% groen, hè? Nee. Drinken, ik had 4% drinken. Oeh. Ik heb een 100 blunt force. Kan ik die in de base doen of zo? Nee, ja. We hebben daar geen chest. Ik heb er ook één. We hebben een zaal, toch? We hebben geen blowtorch. Ik heb blowtorch. Oh, dan kan je nog een kankerveel shit scrappen en dan met een locker maken. Uit, kom dat doen. Ja, dan moet je wel crafting 3 hebben, hè? Dat weet je. Ik heb al 100 XP. Oké. Dan moet je nog 30 meer hebben. Nee. Ja, ik heb hier ook 4 binoculars gevonden, joh. Scrap die allemaal even. En ik heb nog een extra blunt force die ik kan scrappen. Oh nee, nee, die geeft die aan mij. Geef die eens aan mij, want... Ik heb ook nog die 4 kogels voor jou, Robin. Hier. Die moet je even bij elkaar toevoegen. Oh, ja. Ik heb hier ook nog hier eentje. Hier, Robin. Nog een cobra mee, ik weet niet wat je daarmee wil doen. Wacht, hebben jullie cobra mee? En ik heb ook nog dit, Robin. Ja, ik drop maar... ik drop die Yuri, fuck dat. Robin, hier, kan je de eiland mee af? Kan als je dat wil doen. Hoor ik nou iemand? Zo span ik wel weer. Gaan we gewoon alle cellen even dichtgooien in het middengebouwtje? Ja. Kunnen we niet een kankerzieke beest maken in het middengebouw? Ja, maar dan worden we gewoon gezombiereed. Inderdaad. Oh ja, true. Kunnen we gezombiereed worden bij de jildoors? Bij die jildplekken? Wat, met die... nee, dat niet. Dat is best wel hard. Maar ja, daar kun je geen goede beest in bouwen. Nee. Waarom ligt hier een blunt force op de grond?
die maar als we nou, allemaal, als we nou alle drie een apart celhuis hebben, moet je wel een bed erin hebben. En ja? Minimaal één. Daarom ook iedereen allemaal apart. Of iedereen twee. Want er zijn in totaal 6 van die dingen, of 7. Oh, ik heb nog een blunt force. Heeft iemand food? Oh, wacht, ik heb tomato. Ik heb food. Ik heb ook nog een barbed wire. Just wipe that tomato down. Waar is hier een guy? Nee. Er zit geen ammo in, oh mijn god. Hello man, hello. Oh wacht, ik heb hem geschoten. Wat voor kanker? Die guy schiet gewoon op mij. Ik ben best wel low eigenlijk. Harry, kom. Waar is hij? Maar ja, achter dat muurtje heeft een ace of zo. Ja. Bish, you done fucked up, bro. Hij was hier, letterlijk bij de waterkant. Is hij in de torenklon? Weet ik niet. Hij zat echt precies hier. Laat hij hier gewoon weggaan. Oh, gewoon nog een blunt force. Hij zou hier ergens moeten zijn. Zijn hij bij de docks? Oh, bij mij, ik ben dood, 100%. Oh. Achter je, Morris. Waar achter je? Sorry. Ja, boeien. Oké, okay, hij is gehit. Hij is in dat hutje volgens mij. Nee, hij komt naar jou, hij komt de andere kant op flanken. Oh nee, hij zwemt weg, hij is boezie. Zwemt hij weg? What the fuck, ik ben dood? Wat heeft hij voor wapen? Ace. Hij loot Morris, hè? Hij heeft Morris een shit, Perry. Loot, kill hem, hij is op het strand. Hij toetapte mij gewoon. Is hij naar het huisje gered? Nee, hij is weggezwommen. Hij is weggezwommen. Schiet hem dan dood, Perry. Ja, maar ik kan hem niet zien. Als ik wat kon de zien. Fuck was dat, jongen? Hij toetemde mij, ik was voor AP. Ik zie hem in het water zwemmen, hij gaat naar jou toe, man. Hij komt letterlijk naar jouw stadje. Ik loop gewoon echt wat zombies naar mij toe, dus ik moet killen. Ja, omdat er een hond achter mij aan zat. Nog geen wapens, weet je. Oh, dikke blunt force weer. Ah, fuck. Is goed, ik heb wat na. Oh, je hebt die stiele wielen nog wel, Robin, dat is wat chill. Weer een cobra site, eeuw. Kan je dit niet op die shotgun doen, Robin? Jawel. In die Viper gaat toch civilian bullets? Yes. Ja.
Ik heb ook bijna geen food meer trouwens. Ik heb wat vanmorgen opgepakt. Oké, ik zie een guy. Meerdere guys. Achter een boom, ze zijn ons aan het bespieden. En no joke, ze zijn ons aan het bespieden. Ze kijken letterlijk met binoculars naar onze fucking... Onze plans. Ja. En ik heb weer mijn kankerbeen gebroken. Dus ik weet niet, gaan we hier nou weg? Er loopt een random zombie weg. Daar is een guy bij mij, Perry, kom eens. Mijn been is gebroken. Ah, het is weer diezelfde guy. Dus die guy heeft shit. Ik weet niet of dat punthoedje op. Waar ben jij dan? Binnen. Maar hij waar is die guy? Hij is bij de frontyard. Dat is een knife. Het was... Hallo! Hallo! Wow. Hij had een blunt force. Yo, ik zweer. Hij spant daar weer, gast. Ja, kan jij even helpen of zo? In plaats van, Er zit een invis zombie bij mij. Robin, ik ga Arma conflict. Echt, oké. Okay. Nou, duurt toch maar heel kort nog. Ga ik even dat geld even eten en dan ga ik online. En dan kom ik weer in de turn. Kunnen we in principe ook gewoon op die ene server gaan, want we zijn toch met z'n drie online. Zo. Ik vind het een beetje boring, want dit vanille op deze vind ik echt kankerboring. Dat is wel true. Als je deze op die mod hebt dat alles 100% is, het wel kankerleuk, want dan heb je gewoon die blunt force en die kogels. Dat is geen mod, dat is gewoon easy mode. Oh, ja, er zijn geen servers op Pi die easy mode spelen of zijn. Even kijken of ik Uber iets kan bestellen. Dat zou ik zo doen. Perry, jij kan hier ook een bed in leggen. Als je genoeg klof hebt gevarmd. Oh ja, dan moet ik hem doen. Ja. Oh kut, dat had ik ook moeten doen. Dan kan ik niet hard. Maar ik heb bijna geen food meer. Dat is echt het probleem. Ik heb nog wel wat food. I really want to. Chug, chug. En met taak hier moet je zien wat ik heb. Kanker Uber Eats, echt. Waarom is Uber Eats zo fucking slecht? Oh. Wil je zien wat ik heb? Een heleboel barboy. Maar... Oh, hier is... What the fuck? Oh ja. Dan heb je ook wat drinken, hè? Nee. Ja, dan... Ik heb nog maar 20. Nou, ik ga hem armen en dan ben ik er zo meteen over een half uurtje of zo, oké? Okay? Hey. Nee. Oh, nee. Nou dan blijf ik wel gewoon. Ja. Robin is echt een negotiator, jezus. Nee. Maak gewoon contact met iemand, ik zeg ja. Aangenomen, 20 euro uw loon. Ja. Nou, ik ben er zo weer, yo. 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 Hoeveel uur lang kun jij nu dan, Perry? Ik weet het niet eens, joh. Ik krijg nu 6,50 als ik 20 ben 8,50. Wacht, je krijgt nu 6,50? Ja. 6,50? Ja, ik weet niet. Volgens mij, ja, ik krijg, iets meer... 48, 8,50. Ik krijg volgens mij iets van... Wacht, wat zei je nou? Hoeveel uurloon je krijgt. Ja, en hoeveel kreeg jij? Jij zei als ik... Nu 6,50. Ja, en als je... Als ik 20 ben, 8,50. Maar Wouter, jij bent 20, dus jouw minimumloon is al 8,30 euro of zo.
Ja, ja, 8 euro 40. Ik krijg gewoon volgens mij 48 euro. Ja. Ik maar ook ik zoiets. Maar ik krijg net boven... Wacht, laat eens kijken. Minimumloon. Minimumloon is 21 per uur. 20 jaar. Oh, dat... Even kijken. Oh, dan mag ze nog veel minder doen, joh. Ja, maar ze laat alleen maar fulltime zien. Dat is echt fucking dom. Oh, low caliber ranger. Oh, uurloon. Minimum uurloon van 9. Oh, dat klopt niet, oké. Okay. Dat klopt helemaal niet. Fuck. Glastuinbouw B1. Staat er ook bij. Robben, kom eens. Ja, wacht even. Calculator. Voor 19-jarige. Hoeveel uren werk je gemiddeld op een dag als je 40 uur per week werkt? Ik zeg maar wat. 8. Die loopt bij mij. Oh jee. Kom maar even hier. Ja, gedeeld door 8. 5,80 euro is het minimumloon voor een. Oké, dat zegt scam. Voor welke leeftijd? Voor 19 jaar. Oké. Okay. 62,21 euro gedeeld door 8. Dat is 7,77 euro het minimum uurloon voor 20. Ah, ik krijg 8 euro nog wat. En soms krijg ik iets meer en dan krijg ik 9 euro en een beetje. Aha. Hier? Oh, ja. Spijt dat ik daar een laatste vlog voor heb. Oh. I'll gladly take it. Ja, laten we hier weggaan. I agree, maar deze man heeft een respawn. Dat is een beetje een probleem. Je hebt Holmans en military base, dat is gewoon military base. Deze hier een guy. Oh, een guy. Wat doet hij? Is hij echt retarded? Is hij... Kijk uit, zombie. Are you fuck serious? Hey, je maskie. Are you fucking serious? Ja, die heb ik gedaan, die maskie. Daar heb ik geen ammo voor, toch? Ja, er zit één bullet nog in, volgens mij. Oh. Wacht, heb je die zaag? Heb je die zaag? Er is hier een guy. Ga duiken. Hij zwemt hier, Barry. Voor mij, ja? Kijk, zie je hem? Oh. Oh, hij is bij mij, hij is bij mij! What the fuck? Er zit hier gewoon een bitch boven, die vieze leier. Zie je hem? Kijk uit, want hij heeft de prikkeldraad. Hij heeft een knife, dus hij slaat je gewoon. Hello? Hello? Kom me down, please. Hij is bij pizza. Pizza. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Robin, ik ga dood van honger. Hello. Er is hier weer een guy. Kanker, mijn botten. Kom, laten we gaan. Laten we gewoon weggaan. Ik heb eten nodig. Ik ga even die zombie killen. Mijn botten zijn... Ja, mijn ook. Kom. En weer een guy achter ons. Kom, ik ga weg. Er is iemand binnen. Ja, dat kan me geen ene reet schelen. Maar wat is een beetje een goede map om op CSGO te spelen? Cash. Zo wat je wil, zo aan wat je wil spelen. Echt. Nee, want zeg maar, ik had vandaag even één potje gedaan op Mirage. En dat ging echt AIDS. Ja, maar Mirage is wel een moeilijke map. Nee, maar zeg maar, wij moesten defenden. Ja. En elke keer gingen ze voor A rushen, elke ronde. Ja. En ik was de enige die op A zat. En voor de rest ging het dan één zat CT spawn, één zat mid en 2B. En dan zat ik als enige op A. En dan word je door 4 man gepusht, want hun gooiden echt, hun smokte elke keer stairs en CT. Dus dan zat ik als enige op site, waarbij gelijk 5 mensen vanaf Palace en Ramp gingen rushen.
pakte ik elke keer één kill of zo en dan was ik instant dood. En toen had ik ook gewoon geen zin meer om te spelen. Ah, die fucking, ik vind die map eigenlijk ook niet zo leuk. Meer is het niet. Nee. Deze. Is... Oh, nee, maar daar ben jij. Er is hier een guy. Ja, ik vind train wel chill. Cash. Overpass. Train is op zich wel fijn. Hij is instant dood, oké. Okay. En nuke is ook wat chill. Barry, kom even helpen, want er komen allemaal zombies hier. Heel veel, Barry, nuke. Barry. En nuke kan wel blijven.